Goedemiddag allemaal. Ik wil vandaag eens een stuk meer uitleg gaan geven over ja, weer eens de aanschaf van een stuk scheermateriaal. We hebben in het verleden al eens wat meer uitleg gegeven in detail over ja, het aanschaffen van de safety razor. Maar ik dacht dat het ook wel een interessant onderwerp zou zijn om eens wat meer in diepte te gaan treden over het aanschaffen van ja, een ander stuk scheermateriaal. Maar denk ik wel het meest noodzakelijke van de drie, namelijk als je traditioneel wil gaan scheren, het aanschaffen van een scheerkwast. Waar moet je naar kijken, waar kan je op letten en wat zijn zo wat de mogelijkheden die je hebt om een scheerkwast te gaan aanschaffen? Nu, ja, qua scheerkwasten, er is heel veel beschikbaar op de markt, heel veel verschillende modellen, mogelijkheden enzovoorts. Nu, de twee grote verschillen die je hebt, ja, dat is eerst en vooral de manier waarop ze zijn gemaakt, gebouwd. En ten tweede de materialen waarmee ze zijn opgebouwd. En dan hoofdzakelijk natuurlijk het soort haar wat wordt gebruikt. Nu, qua opbouw, we gaan het er heel kort even over hebben. Maar er zijn dus twee dingen waarin dat je verschillen kunt hebben in een kwast. Dat is één, ja, het handvat. Ja, hoe en waaruit is het handvat opgebouwd? Je hebt verschillende soorten. Ja, je hebt kwasten met langere handvaten, kortere handvaten, dikke, dunne handvaten. Nu een beetje de logica die ik daarbij zou aanleren is van kijk, als je een kwast gaat zoeken, zoek een kwast met een handvat dat voor jou prettig in de hand ligt, waar je prettig mee kan werken. Ook iedereen heeft een beetje zijn eigen manier van zijn kwast te gaan vasthouden. Je hebt mensen die inderdaad gewoon recht of zoals ik bijvoorbeeld meestal doe, laten ondersteunen door de palm. Maar iedereen heeft een beetje andere handen, ik bedoel, zoals ik het er met die keukenmensen ook over heb gehad. En iedereen gaat zo wat een handvat of een als je een handvat. Een kwast gaat zoeken, zoekt een beetje een handvat wat zich goed gaat liggen. Nu, het tweede waarop kwasten worden verschillend zijn in opbouw, dat is wat ja, heet de knot. Dus de knot is het stuk, ja, de haren die inderdaad bovenaan komen, of boven het handvat uitsteken, dat heet de knot. Nu, ook hier heb je een aantal verschillen, dus van hoe dat de kwast wordt opgebouwd. Als we bijvoorbeeld deze twee eens naast elkaar zetten, dat zijn de twee kwasten die ik zelf heb. Maar je gaat zien dat deze daskwast, dat die alvast iets kortere haren heeft tegenover onze everzwijnskwast. Maar bijvoorbeeld dat onze daskwast dan wel een iets dikkere knot heeft met meer haren die net iets meer openwaaien dan onze everzwijnskwast. Nu, dit heeft ook een aantal verschillen op de manier waarop ze werken. Dus over het algemeen, ja, hoe langer de haren, hoe flexibeler ze ook gaan zijn, een beetje net zoals je eigen hoofdhaar, maar hoe langer het is, hoe flexibeler ze ook zijn. Ten tweede ook, ja, hoe breder de knot, hoe makkelijker dat hij zeep gaat opmaken. Dus hoe meer oppervlakte dat de haren kunnen bestrijken en hoe sneller dat ze zeep gaan opmaken. Nu, het heeft ook wel een beetje een voor- en nadeel tegenover elkaar. Hoe breder de knot, hoe sneller of hoe algemener dat je gaat kunnen oppervlakken bestrijken op je gezicht. Een iets fijnere knot gaat toelaten om net iets meer makkelijker op moeilijke hoekjes en kantjes te gaan werken, ben je net iets beter met een fijne knot. Nu, ieder moet daar ook een beetje in zichzelf uitmaken van kijk, ja, wat wil ik uiteindelijk gaan, of wat vind ik een prettige kwast. Maar over het algemeen inderdaad, lange haren zijn ietsjes flexibeler tegenover kortere. En inderdaad, een iets dikkere knot gaat makkelijker zeepen, maar is iets minder fijn in het werken. Nu, weerom, er zitten ook een aantal redenen waarom. Allee, als we nu bijvoorbeeld nemen, deze is een daskwast, dit is inderdaad onze everzwijn. Ja, de haren zijn inderdaad iets langer, omdat nu eenmaal die everzwijn de eigenschap heeft dat het iets stugger haar is. Dus wat doet de producent? Ze maken iets langere haren om een beetje te het verschil in zachtheid te gaan compenseren. Nu, als we gaan kijken uiteindelijk naar materialen. Dus er zijn een aantal materialen qua haren, waaruit de haren zijn opgebouwd. Nu, je hebt momenteel courant op de markt, zijn er eigenlijk vier opties. De twee meest klassieke, die heb ik ook hier in de video, dat is inderdaad everzwijn. Of dat is inderdaad das. En je hebt nog twee andere, dat is namelijk paardenhaar. En tegenwoordig heb je ook meer en meer kwaliteitssynthetische kwasten op de markt. Kwasten met synthetische haren. Nu, misschien om eens bij het begin te beginnen. Zoals ik zeg, de twee meest klassieke, of een van de meest klassieke, dat is inderdaad ons everzwijnshaar.
Dat is ook zo wat een van de meest economische mogelijkheden. Ik dacht vanaf 8 à 9 euro dat je toch wel al een degelijke kwast van Omega kunt gaan vinden. Die Omega is een van de producenten die ze echt nog maakt en die echt nog wel kwalitatief goede kwasten maakt. Maar vanaf 8 à 9 euro kan je al een redelijke daskwast, everzwijnskwast gaan vinden. Waarom? Zoals ik al eerder aangaf, hij heeft wel een aantal nadelen op andere materialen. Namelijk, ja, de haren zijn iets stugger, zijn iets minder makkelijker om echt goed flexibel mee te gaan werken. Plus, ze nemen ook van alle mogelijkheden over het algemeen minst, of zijn ze ook het minst goed in het opnemen van water of het vasthouden van water. Dus met een everzwijnskwast over het algemeen ben je iets langer bezig dan om schuim op te maken dan wat je bijvoorbeeld met een goede daskwast zou gaan doen. Wat niet tegenhoudt, dat een goed gemaakte everzwijnskwast is echt wel een heel degelijk materiaal om mee te gaan werken. Maar een aantal van de andere opties kunnen inderdaad makkelijker of beter zijn. Maar ik vind het nog altijd de ideale starterskwast, gewoon omdat je er inderdaad niet veel kwijt aan bent. Zoals ik zeg, een goede kwast, je hebt zelfs nog goedkoper, maar die zou ik echt wel afraden. Maar een goede everzwijnskwast, die kan 8 à 9 euro tot ongeveer, ik denk 15 à 16 voor de duurste van Omega, dit model, heel klassiek model. Maar die kost ongeveer een vijftiental euro. Kan je een daskwast gaan vinden, een everzwijnskwast gaan vinden. Nu, tweede optie, die heb ik zelf ook nog niet kunnen testen. Ik hoop wel na de komende weken, maanden, dat ik er wel eens aan geraak, want sinds kort zijn ze hier ook in de Benelux beschikbaar. Maar dat is een tweede optie die een tijd geleden ook weer terug in de markt is gekomen, is paardenhaar. Paardenhaar, nu voor velen, wat ik er toch overal heb gelezen en opgezocht, velen vinden eigenlijk paardenhaar dat het een beetje een iets betere optie is, een net iets betere optie dan het everzwijn. Dus het is ietsjes zachter, het houdt iets beter water vast, maar waarom? Het is geen spectaculaire verbetering tegenover de everzwijnskwast. Nu, het grote voordeel wat ze wel hebben, een goede paardenhaarkwast, die zit ongeveer qua budget binnen dezelfde grootorde als wat die everzwijnskwasten doen. Dus ik dacht dat, het merk heet Vilon, een Spaans merk wat ze maakt, maar die paardenhaarkwasten die zitten ongeveer ook in een grootorde van 15 tot 16 euro. Een ander voordeel wat dat, die paardenhaarkwasten hebben, ja, het enigste wat een beetje het nadeel is, of toch tenminste een opmerking kan zijn voor de andere natuurhaarkwasten bij velen, ja, die everzwijnen en dassen, ja, die worden ook gedood voor hun pels en vlees. Nu, het is wel zo, bijvoorbeeld met die dassen, is het wel zo dat ze in grote delen van China, waar het haar vandaan komt, dat ze echt worden bestreden zelfs als een plaag. Maar die beesten worden inderdaad gedood voor hun haar. Terwijl die paardenhaarkwasten, dat is gewoon haar van de staarten en de manen van de paarden, die worden uitgekamd, worden geknipt. Dus de beesten of de dieren worden inderdaad niet gedood voor hun pels of hun haar. Dus het kan inderdaad wel een reden zijn voor mensen die daar gevoelig aan zijn, om net die optie te gaan uitkiezen. Dus zoals ik zeg, het voordeel is, hij bevindt zich in de grootorde van de everzwijnskwast qua prijs. En qua kwaliteit is hij eigenlijk ietsjes beter, of bevindt hij zich ergens tussen de iets mindere daskwasten en de betere everzwijnskwast. Nu, de derde optie die we hebben, nu, daar is ook weer een serieus kwaliteitsverschil, maar er is ook de mogelijkheid van synthetische haren. Onder andere Mule en het zusterbedrijf van Mule, Edwin Jagger, beide van hetzelfde overkoepelende bedrijf, brengen een aantal goede kwalitatieve synthetische kwasten op de markt met synthetische haren. Dus haren die inderdaad uit kunststof zijn gemaakt. Het is zo dat 20, 30 jaar geleden, tot zelfs ouder al, maar had je ook al synthetische kwasten op de markt, maar kwalitatief gezien waren die echt wel niet naar behoren. Waren die echt wel totaal niet vergelijkbaar met zelfs een slechte everzwijnskwast, maar waren ze echt niet naar behoren. De laatste paar jaren is de techniek voor kunststof wel een stuk verbeterd en is de kwaliteit van de kunststofkwasten ook wel een stuk verbeterd. Zelf beweren ze
Of beweren de producenten dat ze ongeveer de kwaliteitsstandaarden van een daskwast proberen te benaderen. Nu, ik heb er wel zwaar mijn twijfels over. De meeste mensen die ze gebruiken zijn er wel tevreden over, maar zeggen ook van kijk ja, het superieure materiaal blijft nog altijd het Naturaar en blijft nog altijd das. Maar het is ook een goede optie. Dus ik zeg, je hebt een aantal heel goede kwaliteitskwasten in kunststofhaar. Die bevinden zich meestal tussen de 15 à 25, 30 euro voor de betere kwaliteiten. Dus ik zeg, Mulemaker, Edwin Jagger, dus ze zijn eigenlijk van dezelfde producent, maar onder twee merken, brengen zij ze op de markt. En die gaan ergens tussen de 20 à 30 euro, dacht ik, voor kunststofharen. Waarom? Het zou beter moeten, een verbetering moeten zijn, een betere kwaliteit, dan laten we zeggen de laagste kwaliteit, maar nog altijd niet echt de topkwaliteit. Nu, als we gaan kijken naar inderdaad het beste materiaal, of wat de meeste naadschilders nog altijd wel erover eens zijn, dat het nog altijd het superieure gerei is, dan spreken we over vooral dashaar. Dus dashaar is nog altijd het beste haar voor allerlei soorten kwasten, niet alleen verscheerkwasten, maar ook in heel dure verfpenselen ga je dikwijls dasharen vinden. Maar daskwasten worden door de meesten nog altijd aangegeven als van kijk, het is nog altijd het allerbeste materiaal wat je kan hebben voor een scheerkwast. Het is het allerzachtste haar. Ze zijn echt wel de beste kwaliteit, ze zijn echt wel fluweelachtig zacht. En ze houden ook het allerbeste, dus van alle mogelijkheden houden ze ook het beste water vast. Dus wat gaat maken dat ze ook het snelste en het makkelijkste gaan een vlot en stevig schuim kunnen opbouwen tegenover de andere drie opties. Dus ze zijn ook, qua kwaliteit nog altijd de hoogste kwaliteit. Ze zijn ook natuurlijk het duurste. Nu, er zijn of als je naar daskwasten gaat kijken, zijn er ook weer drie kwaliteiten die bestaan. Drie verschillende kwaliteiten die je kunt, of die inderdaad worden gebruikt. Nu, je hebt de eerste, dus ze worden ingedeeld in hun Engelse benamingen. Gaat het van Pure Badger over naar Fine Badger over naar Silver Tip, de hoogste kwaliteit. Dus Pure Badger, of inderdaad de laagste kwaliteit qua dasharen, dat zijn meestal de buikharen van de das. Dus de haren die inderdaad vanaf de buikzijde worden afgehaald. En over het algemeen kan je die makkelijk herkennen omdat ze donker zijn. Dus als je een daskwast vindt met zwarte haren, dat is Pure Badger kwaliteit. Meestal kan je die inderdaad rond de 20, 30, 40 euro, kan je inderdaad Pure Badger kwaliteit vinden. Nu, meestal de 20 euro zou ik ook al twijfelachtig zijn over hoe goed ze presteren. Meestal zou ik aanraden van kijk toch wel voor een kwast van, als je die kwaliteit wil, 30 à 40 euro. Maar er zijn vele naadschilders die ook erbij zweren van kijk, dat die pure kwaliteit, die pure kwaliteit, een goede everzwijnskwast of een goede paardenkwast of een goede synthetische kwast, dat die meestal al kunnen wedijveren met de mindere kwaliteit van daskwasten. Zoals ik zeg, ze zijn makkelijk herkenbaar omdat ze meestal, zijn ze ook wel zichtbaar donker, dus zijn het echt wel zwarte haren. Die je ziet. Nu, je hebt ook een aantal producenten die een beetje een trucje gaan toepassen met de haren een beetje te gaan bleken, dat ze er lichter gaan uitzien. Maar, dus zoals ik zeg, de pure kwaliteit over het algemeen zijn dat zwarte of grijs, donkergrijze haren. Nu, je hebt twee andere kwaliteiten nog, de betere kwaliteiten. Dat is inderdaad de Fine Badger en de Silver Tip. Nu, hier ook is er weer een serieuze discussie, omdat er niet zoiets bestaat als een echte industriestandaard. Je hebt bepaalde, laten we zeggen, goedkopere producenten die dikwijls al heel makkelijk gaan spreken van Silver Tip, waar anderen zouden zeggen van dat is eigenlijk nog maar fine kwaliteit. Dus iedere producent heeft een beetje zijn eigen kwaliteitsstandaard daarvoor. Maar de gemiddelde kwaliteit, dat is inderdaad de Fine Badger. En de hogere kwaliteit is Silver Tip. Nu, een heel goede manier om ze te herkennen. Nu, het is ook een manier waar heel veel wordt mee nagemaakt. In de zin van, soms ga je zelfs kwasten vinden met everzwijnshaar. Waar ze het proberen nadoen, maar je krijgt het nooit echt een natuurlijke look. Maar als je de kwast van dichtbij beziet, ga je zien dat dichtbij de haren zie je overal, binnenin de haren een zwart randje.
En als ze echt goed gemaakt zijn, dan ga je zien dat die rand ook niet echt heel gelijkmatig verloopt. Dat is een beetje, ja, als je dat gaat gaan verven, of je wilt die kleur kunstmatig gaan voorzien, dan ga je zien dat dat bijna gelijkmatig over de kwast verloopt. Met natuurlijke haren is dat niet het geval, dus ga je wel zien als je de kwast van dichtbij bekijkt, dat er wat inspringing in tussen hoe die zwarte rand loopt. Maar je ziet wel dat doorheen de kwast loopt dat zwarte randje, wat heel typisch is voor de rugharen van de das. Zoals ik zeg, het is een beetje een heel moeilijk iets om te zeggen van wat is nu juist pure, of wat is nu juist fine en wat is nu juist de kwaliteit zilvertip, omdat er geen echte standaard bestaat. De ene verkoopt iets als zilvertip, wat sommige van de duurdere merken als fine zouden bekijken. Dus het is een beetje, ja, zoeken van wat is eigenlijk de goede kwaliteit. Je hebt een aantal goeiere of van de betere merken waar je echt wel kunt op vertrouwen. Maar er is inderdaad helaas geen kwaliteitsstandaard. Nu, over het algemeen is het wel zo dat als je een echte zilvertip, dit is een zilvertip, maar als je een echte zilvertip gaat bovenaan voelen, dan moeten de haren echt bijna fluweel zacht gaan aanvoelen. Dus ze strelen echt eruit. Zo zacht moeten ze zijn. Dus de zilvertip is inderdaad de hoogste kwaliteit. De fijnste haren nemen ook het meeste water op en voelen inderdaad bijna fluweel zacht aan. Nu, weerom, qua prijs. Je gaat zien dat een fine kwaliteit, die kan je meestal al vinden vanaf, laten we zeggen, 50, 60 euro. Ook duurdere vind je er in fine kwaliteit. Maar 50, 60 euro kan je al een redelijke fine badger kwast gaan vinden. Een zilvertip moet je rekenen, ja, dan ga je meestal rond de 70, 80, 90, 100 euro tot, ja, je kan ook zo ver gaan als dat je zelf wilt. The sky is the limit met dit verhaal weer. Maar dat wil niet zeggen, alleen vanaf een bepaald moment is eigenlijk de meerwaarde van de kwast of van de kwaliteit eigenlijk niet zozeer, of is het geld wat je eraan geeft niet zozeer altijd een grotere meerwaarde naar de kwaliteit van de kwast toe. Wat ik daarmee wil zeggen is, ja, de kwaliteit van de haren gaat niet zozeer meer verbeteren. Het enige wat je betaalt, dat is vooral, ja, de afwerking van het handvat. Het feit dat het handvat misschien in een iets mooiere houtsoort is gemaakt. Het feit dat het inderdaad een volledig 100%, ja, door artisanaal gemaakte kwast is enzovoorts. Maar dat gaat niet zozeer de prestaties of de kwaliteit van de haren iets gaan aandoen. Dus ik zeg, de meeste goede kwalitatieve zilvertip kwasten, die lopen ergens tussen de 70 à 100 euro, kan je er echt wel gaan vinden die degelijk kan presteren. Dus ik zeg, dat is een beetje hetgene waar ik vooral op meer info over geef. Dus je hebt inderdaad een aantal verschillen qua handvat. Zoek een handvat wat prettig in de hand ligt. Meest logische zaken. Zoek inderdaad de kwaliteit van knot of de eigenschappen in een knot die je zelf wilt. Wil je ietsjes langer en flexibeler? Wil je ietsjes groter en ietsjes sneller werkend? Of wil je een iets fijnere knot? Dat moet je voor jezelf gaan aanmaken. Verder is hetzelfde bekijken van, ja, welk budget wil je besteden? Ligt dat eerder in de grootorde van een everzwijnskwast? Eventueel een paardenkwast? Synthetisch, weerom, zoals ik eerder heb aangegeven. Mensen die issues hebben met inderdaad het feit van, ja, er worden dieren gedood. Ja, zijn paardenkwasten en synthetische kwasten bijvoorbeeld dan een logischere optie? En inderdaad, ja, als je inderdaad een overtuigd natscheerder bent, zou ik zeggen van mettertijd, kijk er wel naar. De anderen zijn zeker een perfecte instap. Maar mettertijd, als je echt het hoge materiaal wilt, is het wel de moeite, of kan het wel de moeite waard zijn om inderdaad te gaan investeren in een daskwast. Meestal zou ik aanraden van begin met een instapkwast, stap later over naar een daskwast. Iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken natuurlijk. Maar kijk tot hoe ver je budget reikt. Wat zijn de eigenschappen die jij leuk vindt, die jij handig vindt? Ik zou aanraden van begin met een instapkwast, maar iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken. Maar kijk naar de kwaliteit die je wenst, wat je budget verdraagt en wat dat je natuurlijk zelf wilt gaan gebruiken.